Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Miep van der Stegen. Ik heb de 5e plaats op de Limburgse lijst voor het Vlaams parlement. En ik werk op dit moment voor het kabinet van minister-president Geert Bourgeois. Ik vind het zeer belangrijk dat er veel vrouwen zich engageren in de politiek en in het werkleven. En daarom heb ik onmiddellijk volmondig ja gezegd om op de lijst te komen voor de N-VA. Ik heb een hele carrière achter de rug, ook in het lokale niveau politiek. En ik wil mijn beste beentje voorzetten op 26 mei en daarna. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik heb al een hele carrière achter de rug, achter de schermen van de politiek. Het is mijn 4e kabinet op dit moment waar ik werk. Ik werk namelijk voor de minister-president Geert Bourgeois als adjunct kabinetchef. Omdat ik het ook heel belangrijk vind dat vrouwen zich in de politiek manifesteren. Dus misschien was zwaar uitgedrukt, maar ik vind toch dat er wat meer vrouwen in de politiek moeten gaan. En ook wat kansen krijgen om toch ook de manier van werken in de politiek wat aan te passen aan de denkwijze van vrouwen. Welke quote heeft u gekozen? De quote die ik heb gekozen, er zijn eigenlijk twee quotes. We hebben een quote van de Partij voor Vlaanderen voor Vooruitgang. Dat is natuurlijk ook mijn quote. Maar ik heb een quote die ik 30 jaar geleden heb gekozen, toen ik voor het eerst opkwam voor de lokale verkiezingen. En dat is: Miep van der Stegen doet iets bewegen. Ik bedoel daarmee dat ik toch wel iets wil doen in de politiek, iets wil veranderen in de politiek, ons leven in Vlaanderen voor iedereen nog een beetje meer veraangenamen. We hebben het al heel goed, maar er zijn altijd dingen die beter kunnen en daar wil ik heel graag aan meewerken. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Dat is een heel moeilijke vraag. Ook een gevaarlijke, want ik zou niet willen dat iemand zich tekort gedaan voelt. Ik heb natuurlijk veel bekenden in de politiek. Ik heb hier net iemand naast mij gezien, waar ik eigenlijk al jaren mee vertrouwd ben. Mijn eerste job in de politiek heb ik samen met meneer Peumans begonnen op het kabinet voor ontwikkelingssamenwerking. En sinds toen ken ik hem. Ik vind ook zijn manier van aanpak wel heel goed. En als parlementsvoorzitter vind ik dat hij dat heel goed heeft gedaan. Aan de andere kant, Geert Bourgeois, mijn baas. Ik was er niet voor gaan werken als hij niet voor mij ook het voorbeeld is van deugdelijke, maar ook zeer inhoudelijke, sterke politicus die mij althans elke dag opnieuw uitdaagt om verder te denken, om de toekomst van Vlaanderen mee tot stand te brengen. Dus ik kan daar niet achter blijven. En dan als laatste, want ik wil daar toch nog iets aan toevoegen. Al de vrouwen die op dit moment in de politiek al aan het werken zijn, omdat dat toch niet evident is om het politieke leven, wat 24 uur per dag loopt, om dat te combineren met een gezin. Het zijn ook een aantal mannen die dat doen hoor, maar toch al die vrouwen die al jaren daarvoor vechten en ervoor gaan, zijn toch mijn voorbeelden. Wat zijn uw politieke interesses? Mijn politieke interesses zijn vanaf mijn 12e eigenlijk al de organisatie van onze samenleving. Ik vind dat onze ganse politieke organisatie, van federaal tot lokaal, maar ook hoe het per niveau georganiseerd is, hoe dat Vlaanderen georganiseerd is, hoe dat de lokale besturen, want eigenlijk ben ik van origine financieel directeur van de stad Mazeik, maar ik ben dus nu tijdelijk gedetacheerd omwille van inhoudelijke dossiers waar ik heel graag aan wil meewerken. Decreet lokaal bestuur is deze legislatuur gekomen. Dus in die zin denk ik dat we aan die organisatie ook nog heel wat moeten doen. Ik denk dat het ook wat efficiënter kan allemaal. Ik ben ook een van degenen die vindt dat we te veel politieke niveaus hebben en ook eigenlijk te veel politiekers. Ik hoor heel vaak zeggen dat er te veel ambtenaren zijn. Maar ik zeg dan altijd, ja, maar het wil toch ook zeggen dat er heel veel politiekers zijn, want anders waren er zoveel ambtenaren niet nodig. Dus ik denk dat we aan de twee kanten nog wat werk hebben om het allemaal wat efficiënter te maken. En eigenlijk is mijn
mijn leuze altijd geweest van als politieker moet je je overbodig maken. Want als je alles zo structureert dat het vlotjes loopt, dan ben je eigenlijk ook niet meer nodig. En dan hebben de mensen het goed. Dat is eigenlijk mijn idee, de manier waarop ik denk en waarop ik aan politiek wil doen ook. Er zijn voor iedereen, maar ook maken dat ik niet nodig moet zijn. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik heb het al een stukje gezegd, wat kan er anders en beter in de politiek? Ik denk dat we moeten gaan naar minder politieke niveaus. 1. 2. Minder politici, vind ik ook. En 3. Het moet terug meer naar de inhoud gaan. Ik denk dat het op dit moment allemaal te veel op hoe kom ik in de picture gericht is. En ik vraag me soms af of men nog bedenkt voor wie men dit allemaal doet. En ik denk dat we daar terug naartoe moeten gaan. Want uiteindelijk zijn al die parlementaire, eender op welk niveau, de vertegenwoordigers van de bevolking. Van de bevolking die voor hen kiezen. En ik denk dat voorop moet staan. Dat het idealisme om iets te doen voor onze burgers voorop moet staan. 1. En dan 2. We moeten ook terug meer naar het geheel kijken. Er wordt heel vaak in hokjes gedacht of vanuit één bepaalde hoek gedacht. Maar ik denk dat als je een samenleving wil organiseren, dat er heel veel elementen samenspelen. Als ik nu kijk naar, en ik ga het voorbeeld van klimaat nemen, omdat dat op dit moment zeer actueel is. Dat is een zeer, zeer belangrijk iets en ik woon in een heel groene gemeente en ik weet hoe belangrijk dat het is. Maar aan de andere kant zijn er ook nog andere zaken die belangrijk zijn. En dat is de welvaart en het welzijn dat wij hebben opgebouwd in deze gemeenschap. En ik denk dat we allemaal heel goed moeten nadenken als we maatregelen nemen van op welke manier gaat dat in alles waar dat we mee bezig zijn en een invloed hebben als we dingen beslissen. En niet alleen vanuit één aspect. Ik heb nu dit voorbeeld genomen omdat het actueel is, maar ik kan zo nog 100 voorbeelden nemen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er een helikopterzicht is van waar zijn we mee bezig en waar willen we naartoe. En ook niet alleen deze legislatuur, maar naar de toekomst toe. Meer lange termijn denken ook en vooral op resultaten. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook naar het volgende regeerakkoord toe duidelijke doelen worden gesteld naar wat zijn de resultaten en op welke manier gaan we op het einde van een legislatuur onze resultaten ook laten zien. Het gebeurt nu al wel, maar dat kan ook beter, denk ik. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, ik heb een kader die bij mij sinds 2011 op de kast staat. Een kader die mij ook doet terugdenken aan mijn vorige kabinet waar ik gewerkt heb. En dat was bij Erika Thijs, die ook senator is geweest, die dan ook wel gestorven is. En Erika had elk jaar met nieuwjaar een spreuk over passie. En zij was ook een heel passievol persoon. En ik ben dat zelf ook. En ik vind, ja, en de spreuk zegt van, je kan je beter in je passie verliezen dan dat je je passie verliest. En ik vind dat een heel ware boodschap. En ik vind dat ook heel belangrijk in de politiek. Dat je wat je doet, dat je dat met volle passie doet. Met 100% energie, met gedrevenheid, met het algemeen belang voor ogen. Op een deugdelijke manier, op een goede manier. Waar dat je zegt van, als ik 's avonds in de spiegel kijk, ik heb dit goed gedaan, ik heb het met passie gedaan en ik heb iets kunnen betekenen. En, dus die, ja, overal waar dat ik ga werken of waar ik in verenigingen zit, is dit eigenlijk de spreuk die ik meeneem en die ik ook graag naar de rest van onze politici wil uitdragen. Ik denk dat was voor mij een hele belangrijke.